Ja, Erik Botterien, je bent kort even in de kleedkamer geweest. Wat is daar de stemming na de 0-0 hier in Arnhem? Ik ben eens teleurgesteld natuurlijk. Ik had het gevoel dat wij deze wedstrijd konden winnen. Wat een kansen, met name in de tweede helft. Volgens mij hebben jullie nooit op vreemde bodem in uitwisseling zoveel kansen gehad. Ja, precies. Vooral in de tweede helft hadden we de controle van de wedstrijd en hebben we een paar kansen gecreëerd. Maar we moeten onze kansen ook afmaken. Jij krijgt ook een kans uit de kopbal. Ik zag hem al binnen gaan, jij ook. Die bal die op de lijn nog wordt gekeerd door keeper Pasveer. Ja, helaas ging niet in. Maar was ook een goede reden voor hem. Twee keer ook de lat, een afgekeurd doelpunt. En dan in de slotminuten ook nog een hele grote kans voor Kukçu. Ja, wat sta je dan? Dan sta je in het veld als verdediger. Wat denk je dan? Ja, daar word je ook ziek van. Hè? Je hebt goed controle van de wedstrijd. Creëer heel veel kansen. We moeten ons ook onze belonen. En dan moeten we ook onze kansen afmaken. Maar helaas zitten we in een periode dat in de laatste wedstrijd moeten we heel veel kansen creëren om een goal te maken. Ja, want aan het begin van de competitie kreeg vaak de verdediging de schuld. Te veel doelpunten tegen. Er werd heel erg kritisch naar de verdedigers gekeken. Moet je nu misschien wat kritischer naar de aanvallers kijken? Nu het verdedigend goed staat, maar jullie zo moeilijk tot scoren komen. Nee. Je moet altijd naar de team kijken. Het is altijd makkelijk om iemand te wijzen of de verdedigers of de aanvallers. Nee, wij doen dat samen. We zijn een team. En we moeten samen verdedigen. We moeten ook samen aanvallen. Dus iedereen is goed. En dat is het jammer, net als in Groningen, dat jullie in de allerlaatste minuut niet een keer een bal toch binnen schiet dat het mee zit. Hè? Toen een kopbal die er nog uit werd gehaald door de keeper van Berghuis, nu vandaag die hele grote kans voor Kukçu, dat het net mee zit, zit dat ook niet mee. Ja, precies. Alles een beetje net niet. We moeten hopen dat wij deze fase doorgaan. Welke lichtpuntjes hou je hier wel uit? Want jullie ogen fit, dat was ook een thema vaak lang. Jullie kunnen toch een tegenstander de tweede helft je wil opleggen. Je creëert veel kansen, veel lichtpuntjes. Ja, zeker. We moeten meenemen naar donderdag. Ja, donderdag tegen Porto, daar refereer je al aan. Hoe leeft die wedstrijd bij jullie? Want het wordt heel moeilijk, maar er is nog een theoretische kans. Geloven jullie in die kans? Zeker, zeker. We hebben nog een kans. Een hele mooie affiche, Europese wedstrijd. Iedereen wil laten zien op het podium. Mooie wedstrijd. We gaan alles aan doen om een goed resultaat te halen. Wat dat betreft kan het een mooie week worden. Feyenoord PSV. Eigenlijk om die wedstrijd echt veel meer waarde te geven, hadden jullie vandaag wel moeten winnen. Ja, maar sowieso is ook een belangrijke wedstrijd. Een hele goede wedstrijd. We kijken ook naar uit om donderdag en zondag twee goede pads te spelen. Tot slot, je houdt de nul als verdediger. Volgens mij speel je vandaag misschien wel een van je betere wedstrijden ook dit seizoen. Je speelt goed. Kan je daar toch nog voldoening uit krijgen, ondanks dat je hier niet winnend van het veld afstapt? Voor een verdediger is het altijd lekker dat je de nul houdt, natuurlijk. Maar je hebt niks aan als je geen drie punten hebt.